Op de site van de Belgische voetbalclub Lierse SK dit interview met aanvaller Thomas Radzinski. Zijn oppas moest na de wedstrijd meteen naar huis en daardoor wordt het obligate praatje met de verslaggever ineens een stuk leuker. Die penalty, dat was het meest evidente penalty van dit jaar, denk ik. De bal was volledig weg. Ik pak mijn linkse voet volledig onderuit. Maar ja, ik zeg, maak het nu niet meer uit. We hebben die punten gehaald en we hebben het nodig gehad. We hebben die punten gehaald die we nodig gehad hebben, maar dat was zeker een vaste en zuivere penalty. Ja, interview of geen interview. Thomas' dochter heeft duidelijk haar zinnen gezet op een potje quality time met haar vader. Al die supporters roepen tegen mij, Tom. Thomas, het is in orde, het is in orde. Kus. No. No, okay. Stop, I'm doing an interview. Oké, okay. En al die supporters die roepen naar mij, kom on, het is genoeg, balbezit spelen, balbezit. En alleen een kwartier voor het einde, of 12 minuten, ik weet niet hoe laat dat was, dat ik wist die uitslagen van die andere match. Ik wil ons kar laten vieren. Dank je. Kies nou. Oké. Okay.